Sanne Wallis de Vries overweegt een spannende sprong over de grens te maken. De geliefde cabaretier, bekend en gewaardeerd in Nederland voor bijna drie decennia, overweegt een mogelijke tournee door het buitenland, met name in de Verenigde Staten. In een recente uitzending van het populaire tv-programma Volle Zalen op NPO 2 deelde ze haar opwindende plannen. Wat drijft deze gedurfde stap? Sanne verlangt naar nieuwe uitdagingen, een kans om haar talent te beproeven in een andere taal dan haar moedertaal, het Nederlands. Ze koestert het idee om stand-up comedy te proberen, om zichzelf onder te dompelen in een compleet andere culturele context. Voor haar gaat het niet alleen om succes, het draait allemaal om het avontuur, om de ervaring zelf. Dat is leven nou eenmaal, risico's nemen, verklaart ze met een glimlach. Het podium is voor Sanne niet alleen een plek voor entertainment, maar ook een bron van persoonlijke bevrijding geweest. Ze deelt openhartig hoe comedy haar geholpen heeft om te gaan met zware gedachten en het ongemak van het dagelijks leven. Voorheen kon een simpele trip naar de bakker haar rood van schaamte maken, haar sprakeloos achterlatend. Maar zodra ze die situaties omtoverde tot grappen, werd het leven draaglijker, zelfs bevrijdend. De stap om haar talent over de grenzen te brengen illustreert haar onverzadigbare honger naar groei en avontuur. Met bijna dertig jaar ervaring op de Nederlandse podia is ze klaar voor een nieuwe uitdaging, een kans om zichzelf opnieuw uit te vinden voor een wereldwijd publiek. Haar vastberadenheid om uit haar comfortzone te stappen en het onbekende te omarmen, is een inspiratie voor velen die haar bewonderen. De wereld wacht in spanning af op Sanne Wallis de Vries volgende stap op het wereldpodium.